Plaza Futura, Medialab Baltan en het filmplatform Broed gaan samen het nieuwe NatLab op Strijp S beheren. Vandaag is de overeenkomst getekend. De voorkant van het oude Philipsgebouw wordt vanaf nu omgetoverd tot een film- en theaterhuis. We gaan er vooral hele mooie programma's maken. En dat zal er absoluut anders uitzien dan vroeger. Toen er allemaal mensen, hele kleine groepjes, hele geheime opdrachten zaten te verwerken. En hele mooie uitvindingen zaten te doen. Wij zorgen dat er zoveel mogelijk mensen in zullen gaan komen. Het streven is voor komend jaar 120.000, maar we hopen nog heel veel meer. Het NatLab gaat in oktober open. Maar vanaf half september kan het publiek al terecht op Strijp S voor de buitenfilms van Plaza Futura.